Op zich geen verrassing, maar ik heb een brief thuis gehad en dat was het. Verder heb ik niemand ooit gesproken eigenlijk. Dus een beetje een vervelende manier, maar... Dat is heel raar, zelfs. Ja, ik vind het niet... een beetje respectloos eigenlijk voor de meest omgaan, maar goed. Ik heb het afgesloten nu en ik richt me op de laatste wedstrijd. Ja, maar heb je zelf ook niet zoiets van, ik wil zo wel weer met de club, maar heb je misschien wel zoiets juist van, ik laat het maar gaan zitten, want zo wil ik ook niet verder met die club. Nee, het is mijn contract loopt af 30 juni en daarnaast ook gewoon klaar voor mij. Ik vind het jammer, mooie club, maar hoe het is gelopen is heel jammer. Misschien juist een extra reden om het heel goed te doen natuurlijk zondag met Excelsior te raden. Ja, we gaan vol voor de 3 punten en ik hoop dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg als ik minuten krijg. En, ja, want je krijgt na je blessure weinig minuten. Dat is lastig om weer in de ploeg te werken. Ja, klopt. Ik viel tegen Willem 2 viel ik in en viel ik goed in. Tegen Zwolle zou ik weer invallen, maar door een blessure op dat moment moest er een andere speler in door een tactische keus. Dat kan gebeuren. En nu volgende wedstrijd, dus ik hoop dat ik nu wel niet te gaan krijgen. Ja, leeft het besef, dat moet bijna wel, hè, dat dit duel heel belangrijk is. En misschien wel het duel is naar handhaving in de Eredivisie. We zijn aan een mooi seizoen bezig. Dus, maar goed, dit is een wedstrijd die het seizoen echt compleet kan maken. En als we 3 punten pakken, dan ben je zo goed als veilig. Ja, dus dat leeft wel heel erg. Dus Groningen, de halve finale van de beker, dat speelt nog niet helemaal. Nee, totaal niet. De competitie is het belangrijkste en Excelsior moet erin blijven. En zondag gaan we winnen, komt het wel goed. Ja, je zei het al, we zijn met een heel goed seizoen bezig, hè? Dat klopt ook. Een aanwinst van de Eredivisie hoor je vaak, hè? Een ploeg die heel leuk voetbalt. Maar zoveel gelijke spelen waardoor je nog steeds die punten nodig hebt. Ja, je kunt beter 1 keer winnen en 2 keer vliezen dan 2 keer gelijk spelen en 1 keer vliezen. Maar, Het geeft in ieder geval aan dat we goed staan en weinig verliezen. Maar goed, we moeten zorgen dat we de wedstrijd als we voor staan over de streep trekken en niet de ploegen terug laten komen. Maar goed, daar hebben we nog wel eens moeite mee. Hoe kijk jij voor jezelf terug op de afgelopen maanden met deze club eigenlijk? Ja, ik heb het moeilijk gehad hier. Ik kwam met het idee dat ik hier zou gaan spelen. Ik begon op de bank, een paar keer ingevallen, raak geblesseerd, kom erin, basis, goede wedstrijden, raak weer geblesseerd. Nu ben ik weer fit, dus ja, het is een vallig seizoen voor mij. Dat lijkt me ongelooflijk lastig, je constant weer in de basis moeten werken omdat je weer een terugval krijgt. Ja, het is niet het meest ideaal natuurlijk voor het spelen, maar goed, het is nu eenmaal gebeurd en ik ga het beste van maken de laatste wedstrijden. Wat kan jij zeggen over je toekomst eigenlijk? Nog helemaal niks. Want wij waren gisteren bij Dordrecht, bij Rieke Naren, ADO natuurlijk. Ja. Die zegt, ja, voorlopig weet ik nog niks, dat komt waarschijnlijk pas na de competitie. Vorig jaar dat ook pas, dat je dan pas een beetje duidelijkheid hebt? Ja, ik heb natuurlijk niet een topseizoen gedraaid, dus wat dat betreft de interesse moet nog komen. Ook Overberg bijvoorbeeld. En daarop is het gewoon afwachten. En ja, mijn begeleider die is hier en daar wat bezig, dus ik moet het nu laten zien. Ja, maar je zegt, ik heb niet echt een topseizoen gehad. Vrees je dan ook een beetje dat er misschien weinig interesse zal zijn? Ja, natuurlijk. Dat spook wel over natuurlijk. Maar goed, je moet altijd positief blijven. En, ik moet het in de laatste wedstrijd laten zien en zorgen dat ik daardoor wel een goede kan vinden. Ja, is een lange verblijf bij Excelsior, is dat een optie? Natuurlijk, alles is een optie. Het is een mooie club. Maar goed, dat is niet aan mij. Het is aan de club zelf of ze mij willen houden of niet. En, als dat het geval is, dan moet ik een gesprek gaan. Want er is geen gesprek geweest nog? Nee, ik heb geen gesprek gehad met de club. Nee, maar jij ziet een lange verblijf dus wel, zou je wel mooi vinden eigenlijk? Ja, natuurlijk. Het is een mooie club. En, we hebben een goede groep, een leuke groep. Dus wat dat betreft, prima om te spelen. Ja, je hoort vaak ook een familieclub, hè? Is dat een beetje, hoor je vaak. Klopt dat ook? Ja, het is... Ja, je loopt iedereen die op kantoor werkt en dat soort dingen. Iedereen loopt dit naar lijf en het is gewoon gezellig. Dat maakt het ook wel zo bijzonder. Ja, en dan gaat de sportief ook nog heel goed. En dat, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Klim jij een beetje van de Kuip en zegt eigenlijk nee, we zijn er eigenlijk nog niet meer mee bezig, hè, want ADO komt niet. Maar ik kan me toch wel af en toe voorstellen dat je thuis zit en denkt, het zou zomaar kunnen in de bekerfinale. Het zou kunnen inderdaad, maar goed, we moeten eerst zondag gaan winnen en dat is het belangrijkste. En wat we dan woensdag, dat komt dan wel.